bijzonder moment. We hebben hier helemaal naartoe geleefd. We hebben gewerkt als gekken, kan ik wel zeggen. En er is een heel team geweest die ook ontzettend supporting zijn geweest. En die wil ik nogmaals een keer heel erg bedanken. Een hele fijne middag, heel veel kijkplezier. En geniet ervan. Man, geweldig. Ramon en Marco, jullie samen op avontuur in Aruba. Hoe is het om leermeester te zijn van Marco? Geweldig. Dat is een fantastisch man. En we hebben al een half woord genoeg. En dat is heel belangrijk als je elkaar wat wil leren. En ik heb het idee gehad dat het een... die reis ging zo snel. Die 8 dagen waren zo voorbij. En als je ziet wat het resultaat is, ja, ik ben er echt enorm trots op. Marco, hoe is het om Ramon als leermeester te hebben? Ja, voor mij natuurlijk bijna een soort droom die uitkomt. Ik bewonder hem natuurlijk al jaren. Hij heeft zijn hele eigen stijl, zijn plek verdiend binnen de vakfotografie. En het is een discipline die ik nog niet beheerste. Zijn reportage, manier van kijken, kleurrijk, contrastrijk. Bijna kunst als foto. Daar viel voor mij natuurlijk ontzettend veel te winnen. Ik was veel te gewend om wat gestileerde portretten te maken. En ik moest dus echt uit mijn comfortzone. Het is dus voor mij een hele leerzame, indrukwekkende reis. En we hadden een behoorlijk tempo, dat zeker ook. Hij had het zo ingestoken dat we van 's morgens vroeg tot 's avonds laat bezig waren. Dus er was geen ruimte voor vertier, om het zo maar te noemen. Alhoewel, voor ons is fotograferen natuurlijk ook een soort ontspanning. En dat het dan uiteindelijk uitmondt in een tentoonstelling die nu voor de tweede keer is ingericht. En dan bekroond wordt met een boek door National Geographic. Is ja, wel echt wel een droom die uitkomt voor mij. Waar ben je nou het meeste trots op? Deze tentoonstelling hier bij Smashing Colors in Goorlen. Waar ben je het meest trots op? Dat we samen hangen. Dat vind ik echt. Dat is iets wat. Wat een idee uit een idee is ontsproten. En op een gegeven moment dan wordt het werkelijkheid. En dat is bijna niet. Je begrijpt het niet als je bezig bent. Dan denk je, oké, dan kan je het nog helemaal niet realiseren. Maar als je dan de foto's ziet en je ziet het bij elkaar, dan komt alles samen. En daar ben ik echt. Dat vind ik echt zo super.